De grote Amerikaanse econoom Peter Drucker zei eens: "Culture will eat strategy for breakfast." En zo is het. Verandermanagement is te vaak gericht op het veranderen of ontwikkelen van cultuur. Er worden dan ook talloze initiatieven ontplooid in die richting. Toch leiden die vaak tot niets. Hoe komt dat? Cultuurverandering is zo moeilijk omdat de meeste leiders en vooral consultants die hen adviseren niet echt begrijpen waardoor cultuur wordt bepaald. Veel veranderinterventies zijn instrumenteel. De leiders en de consultants zijn verblind door en verliefd op het bezig zijn met veranderen. Maar ze hebben geen oog voor waar het werkelijk om gaat. Cultuur binnen organisaties bestaat bij de gratie van relaties. Cultuur kan niet worden aangeraakt, geroken of geproefd en toch is het regel. Alleen de context geeft betekenis aan elke ontmoeting en elke activiteit van de individuen in een organisatie. De Amerikaan Edgar Schein, één van de grote namen in de wereld van organisatiecultuur, definieert cultuur als een uniek antwoord op twee universele vragen. Wat is ons bestaansrecht en hoe regelen we dat met elkaar? Alle individuen binnen een organisatie manifesteren zich in relatie tot andere individuen. Dat doen ze niet alleen in contact met leveranciers en klanten, maar ook met collega's. En je ziet de cultuur in de werkprocessen, beloningssystemen, spelregels, titels en rollen. In feite zijn het allemaal afzonderlijke microcultuurtjes. En het is de diversiteit van relatie, de optelsom van de aard en kwaliteit van al onze relaties die de organisatiecultuur vormt. Op grond daarvan weet iedereen wat hoort en wat niet. Zo doen we dat hier. Die cultuur herken je overigens ook in de visie, waarde, missie, strategie en de doelen van een organisatie. Goede onderlinge relaties zijn de voedingsbodem voor een cultuur die uitnodigt tot constructief gedrag. Wil je die transformatie van cultuur bewerkstelligen? Dan moet je werken aan een verschuiving in de aard en de kwaliteit van de relaties binnen de organisatie, want daar ligt de sleutel. En dit vraagt om leiders die ijzersterke relaties kunnen bouwen en onderhouden. Om leiders die beseffen dat cultuur bepaald wordt door relaties. Pas wanneer je cultuur als zodanig behandelt, kun je tot werkelijk betekenisvolle transformatie komen.